Welkom bij TV Maastricht. Zometeen kunt u kijken naar Weekendlui met heer en aandacht voor de Dag van de Buurt en Musica Sacra. Maar nu eerst het nieuws met Caroline Hermans. Dag dames en heren, u kijkt naar het nieuws van maandag 23 september. Bij werkzaamheden in de Pijnmeestersdreef op Belfort is vanmiddag een gasleiding geraakt. Nadat er melding was gemaakt van een gaslucht, werden verschillende winkels en appartementen preventief ontruimd door de brandweer. Rond 1:15 was de gasleiding afgesloten en konden de bewoners weer terug naar hun appartementen en gingen de winkels weer open. Er vielen geen gewonden. Met de presentatie van de mogelijkheden voor 1500 tot 2500 nieuwe parkeerplaatsen in de omgeving van de Tapijnkazerne is niet iedereen even blij. GroenLinks pleit juist voor het autoluw maken van verschillende gebieden in Maastricht in plaats van nieuwe parkeerplaatsen te creëren. De binnenstad autoluw maken, dat is gewoon mogelijk. Dat hebben ze ook in andere steden gedaan, dus dat kan gewoon. We hebben al een redelijk autoluw binnenstad natuurlijk, dat je niet iedereen er altijd in kan op alle plekken. Maar dat kunnen we veel verder uitbreiden, zodat je echt gewoon, nu zie je vaak nog verdwaalde buitenlanders in de binnenstad, van je denkt, ja, wat zoeken ze hier? En dat moet je natuurlijk voorkomen door het echt af te sluiten. Maar als het mogelijk is, waarom doet Maastricht dat dan niet? Nou ja, omdat er nu geen politiek draagvlak is en omdat de mens toch vaak graag tot hartje binnenstad wil parkeren, het liefst voor de deur. Maar ja, dat hoeft niet. Je zou alle straatparkeerplaatsen weg kunnen halen en selectief kunnen afsluiten, zodat alleen mensen die echt in de binnenstad moeten zijn, bewoners en ondernemers, er nog in kunnen. Dus ja, er zijn opties, maar het is natuurlijk ook hoe ver wil je daarin gaan en hoe ver is de politiek bereid om daar slaag in te maken. Een Maastrichtse student van 18 is opgepakt voor computermisdrijven. Hij wordt ervan verdacht kwaadaardige software te hebben verspreid. Ook zou hij met valse creditcardgegevens spullen hebben gekocht om door te verkopen. De politie heeft tijdens een huiszoeking verschillende apparatuur meegenomen en 18.000 euro contant geld gevonden en in beslag genomen. Er zijn 2046 steunhandtekeningen verzameld voor de terugkeer van de vlam van Minkelers. De actiegroep heeft daarmee voldoende handtekeningen verzameld om de kwestie als burgerinitiatief op de gemeenteraadsagenda te kunnen plaatsen. Roger Villevoy heeft de Erensprijs gewonnen. De Maastrichtse zanger kreeg de prijs tijdens de Nacht van het Limburgs Leed, die zaterdag in Sittard en Venlo werd gehouden. Hij kreeg de prijs omdat hij volgens de jury vernieuwend met dialectmuziek is geweest. Het appartementencomplex aan de Putepeel krijgt een nieuwe bestemming, namelijk vrouwenopvang en hulpverlening. Vrouwen met eventueel partner en kinderen kunnen hier onder begeleiding leren een zelfstandig leven op te bouwen. De Ladies Circle Maastricht organiseert deze vrijdag een veiling om geld op te halen voor de aankleding van de appartementen. Verslaggever Jaël Weijenberg en cameraman Ronald van de Hoven gingen een kijkje nemen. De Putepeel wordt verbouwd tot appartementencomplex voor vrouwen die te maken hebben met huiselijk geweld of financiële, opvoedings- of psychische problemen. Voor de aankleding van de 38 appartementen steekt Ladies Circle Maastricht haar nek uit. Daarvoor organiseren ze aanstaande vrijdag een kunstveiling in het museum aan het Vrijthof. En we willen als openingsbod starten met 350 euro. Wie biedt als eerste 350 euro? U mevrouw. En deze werken zullen we allemaal gaan veilen. En de opbrengst daarvan die komt ten goede voor deze dames. En waarom hebben jullie voor dit project gekozen? Nou, het is, de Ladies Circle bestaat allemaal uit dames. En het is altijd fijn, hè? Je hebt dat toch een beetje, hè? De dames bij elkaar hebben affiniteit voor elkaar. Je hebt toch vaak een goede band.
En dan is het ook fijn als je iets kunt betekenen voor andere dames die op dit moment in hun leven een moeilijke fase hebben. Waarom is het zo belangrijk dat er geld gestoken wordt in dit project? Bij het inrichten van het huis blijft alles heel erg sober. Heel minimalistisch en waar de opbrengst van de kunstveiling naartoe zal gaan, dat is om het aankleden, de kinderkamers leuk in te richten of misschien iets voor buiten voor de kinderen te kunnen aanschaffen, noem maar op. Waar we nu staan is de gang. Hier komt een keuken, een slaapkamer en een berging. Een badkamer hebben we hier. Er komt allemaal nieuwe sanitair in. Dit is de woonkamer. Hier komen schuifdeuren in, waardoor je deze achterste ruimte kan afschermen. Dat kan een slaapkamer ook nog worden. Of als het niet nodig is en je laat het open, dan heb je gewoon een wat grotere woonkamer. Nou, veel licht, gewoon allemaal nieuwe kozijnen. Dus ja, de vrouw heeft hier en haar kinderen heeft gewoon alles wat ze nodig heeft. Hoe groot is het probleem met deze vrouwen in Maastricht? Ja, 3/4 van onze populatie komt uit deze regio. En ja, huiselijk geweld is natuurlijk toch nog altijd een heel lastig onderwerp. Wij willen gewoon dus ook dat onderwerp uit die taboesfeer halen. We willen er ook open voor zijn. Vroeger werden vrouwen opgevangen in anonieme instituten. Dat willen we niet meer. Het moet veilig zijn, maar niet meer anoniem. Op dit moment zitten we op verschillende plekken in Maastricht. Maar dat is vooral groepsopvang. En groepsopvang is niet meer van deze tijd. Mensen moeten dan te veel voorzieningen met elkaar delen. En dat komt de hulpverlening niet ten goede. Dus wat wij dus nu willen, en dat is ook onderzocht, dat is dat het veel beter is voor de hulpverlening aan deze vrouwen en kinderen als zij hun eigen appartement kunnen bewonen, waarin ze hun eigen voorzieningen hebben en waar ze zich ook kunnen concentreren op hun eigen problemen, om die in feite gewoon met behulp op te lossen, zodat ze dus weer krachtig verder kunnen. De plaatsing van deze vrouwen in het appartementencomplex is het laatste station binnen de hulpverlening die ze dan al gehad hebben. Ja, je wil natuurlijk zoveel mogelijk hulp bieden in de thuissituatie. Het is nooit fijn om je eigen huis te moeten verlaten. Hè? Dus je kan ook ambulant, je kan ook in de thuissituatie hulp bieden. Hè? Door middel van gesprekken thuis met alle partners. Doordat een vrouw en hun kinderen deelnemen aan cursussen. Bijvoorbeeld let op de kleintjes of een moeder-kind cursus. Er zijn heel veel verschillende vormen van ondersteuning en hulp mogelijk, waardoor het niet nodig is dat je dus in een opvang komt. Dit is dan echt het laatste station. En hoe lang blijven die vrouwen hier? In de crisisopvang, dat zijn in de eerste 6 tot 8 weken, dan wordt er een gezinstaxatieplan gemaakt van wat heb je nou precies nodig om weer gewoon verder te kunnen. Dan gaan vrouwen ook vaak gewoon verder. Als dat niet mogelijk is, vanwege veiligheid of vanwege toch dat er te veel problemen nog zijn, of er is geen huis nog beschikbaar, dan komen ze in een begeleid wonentraject en dat kan zo'n 6 tot 8 maanden duren. En dan gaan ze terug naar huis? Ja, naar huis, naar een ander huis. Dat kan van alles zijn. Nee, want stel dat na die 6 maanden het probleem eigenlijk nog niet opgelost is. Nou, garanties heb je natuurlijk nooit. Hè? Dat problematiek die vaak van generatie op generatie wordt doorgegeven, dat volledig opgelost is. Het kan ook zijn, we zien sommige mensen ook wel weer terug in de opvang. Soms duurt het echt een tijd voordat je dus wel gewoon sterk genoeg bent om
grenzen te stellen, je eigen leven op te bouwen en verder te gaan. Ja, dat zou natuurlijk fantastisch zijn, hè, als het ook een succes is. Ja, dat is belangrijk. Tot zover het nieuws van vandaag. Na de reclame kunt u nog kijken naar Weekend Lui. Programma's kunt u via onze website en op onze Facebookpagina terugzien. Bedankt voor het kijken en heel graag tot morgen.